Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag de Salomonsknoop rand maken en die maken we aan de perfecte driehoek omslagdoek. Kijk, dit is de Salomonsknoop. Hier komt nog een rand aan. Ik ga het heel rustig uitleggen, maar ik ga eventjes vertellen welke wol ik heb gebruikt en dan zie ik je dadelijk weer terug. Ik heb gekocht de Eva van de Vibra. Dit is de binnenkant en de buitenkant wordt dus lichtgrijs. Je haakt de omslagdoek met haaknaald 3,5 op 4, maar ik ga haaknaald nummer 6 gebruiken. En dat is makkelijker, want dan, ja, dan zie je ook mooi het patroontje van de wol. En dan gaan we ermee beginnen. Ik heb net verteld welke wol ik heb gebruikt, de Eva, en ik heb vast een stukje Salomonsknopen aan de perfecte driehoek sjaal gehaakt en dit is natuurlijk gewoon een beginnetje. En ook deze rand hier komt nog een rand Salomonsknopen op, maar ik ga nu even uitleggen hoe ik het begin heb gemaakt en dan ga ik dadelijk samen lekker met jullie haken. Kijk, ik heb het aan de bovenkant, heb ik hier zo twee Salomonsknopen gehaakt tot de punt en het begin, en dan gaan we dadelijk samen doen hoor. En ik heb natuurlijk ook de Salomonsknoop uitgelegd in het spaghetti top truitje en die link zal ik hieronder zetten. Maar we zijn dus nu bezig met de Salomonsknoop en ik ben begonnen hier aan deze kant met 1 Salomonsknoop. Dus aan de zijkant ben ik met 1 knoop begonnen. Dan pakken we dit stokje, daar zetten we vaste op en dan doen we 2 knopen en dan slaan we elke keer 1 stokje over. Maar ik ga met jullie meehaken tot het punt hier en dan gaan we deze kant natuurlijk weer hetzelfde afmaken. Dus ik ga deze nu, kijk, dit moet ik nu even onthouden, want ik heb dit natuurlijk even uitgeprobeerd. Ik heb deze kant gewoon 1 lus gepakt en ik ga het even uithalen en dan gaan we samen beginnen aan de Salomonsknooprand die aan de perfecte omslagdoek hoort. Of hoort, je kan er alle randen op maken die je wil natuurlijk. Even mijn camera goed zetten zodat je lekker mee kan kijken. Oh, ik wil nog heel even dit bord laten zien hier boven. Dit heb ik gekocht bij de Action. Ja, ik ben er wel blij mee. Kijk hoe leuk die kaartjes eraan hangen. Enjoy en summer, happy mind life. Kijk, en ik zoek altijd wel leuke dingetjes op om achter mijn foto's of onder achter mijn video's te maken. Maar goed, de Action is altijd een hele leuke inspiratiebron. Je pakt dus je driehoek omslagdoek zo, zodat je de rechterkant aan de onderkant hebt en de rand komt alleen op de driehoek. Dan begin je met de Salomonsknoop hier in het begin met een opzetlus of ja, ik ben gewoon verder gegaan met mijn wol. Dus je maakt dus een Salomonsknoop, omslaan, doorhalen en je pakt de achterste lus, steek je in, je haalt de draad op, omslaan, door 2. Dat is de Salomonsknoop. En ik begin nu dus hier een vaste in te zetten in de 1, 2, 3, in de eerste dubbele stokje. Daar zet ik een vaste. Dus ik heb aan deze kant nu 1 Salomonslus. Dan ga ik weer 2 lussen maken. Dit is omslaan, doorhalen, insteken, draad ophalen, omslaan, door 2. En nog 1. Je haalt de lus, je haalt de draad door, je steekt
achterin, je haalt je draad op, omslaan door 2. Dan heb je 1, 2 Salomons knopen. Dan sla je deze over en je steekt in de volgende in. En je zet een vaste. En dan ziet het er zo uit. Je maakt weer 2 lussen. 1. Je slaat 1 stokje over. In dit geval is het een dubbel stokje wat je overslaat, omdat het aan deze omslagdoek is. En je hebt weer 2 lussen. Dan ga je weer 2 lussen maken. 2 Salomons knopen, 2 lussen, hoe je het noemen wilt. En je slaat weer 1 dubbel stokje over. Dan krijg je dit als resultaat. En hier heb ik er 1, maar dat komt dadelijk goed. Hier komt nog een rij over langs. Dus we gaan dadelijk nog een toer Salomons knopen haken. En die rand die heeft maar 2 toeren, dus 2 toeren Salomons knopen. Het is wel een hele handige rand, want hij is lekker losjes. En het is een leuke afwerking. Je slaat er weer 1 over. En in de volgende maak je een vaste. Ja, je lusje trekken, draad doorhalen, insteken, draad ophalen, omslaan door 2. Dan sla je deze weer over en dan kom je op die ene laatste tot de punt hier. Daar zet je weer een vaste in. En dan ga je weer 2 lussen maken. En de Salomons knoop, ja, ik heb een spaghetti topje gehaakt, video hiervoor. En die is, ik zal de link daar ook van onder zetten. Ja, die is zo leuk geworden. Maar goed, met die Salomons knoop wist ik ook niet dat je daar zoveel kanten mee op kon. In het midden, hier, zet je een vaste. En dan ga je weer 2 lussen maken. Twee. En dan ga je, omdat het natuurlijk gelijk moet lopen, hier heb je op dit stokje een vaste gezet en dan ga je hier dus ook, deze sla je over, je gaat hierop een vaste zetten. Dus je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door 2. En dan is dit je eerste toer Salomons knopen. En dan gaan we deze toer even afmaken. Iedere keer 2 Salomons knopen maken. En dan sla je 1 stokje over. En in de volgende steek je, maak je een vaste. Dan sla je weer deze over en je maakt een vaste. En weer 2 lussen maken. Je kan de video langzamer zetten, dat weet je misschien al, maar ik leg het nog maar een keer uit. Je kan hem langzamer zetten, hier rechtsboven zijn 2, 3 puntjes.
En dan kan je de afspeelsnelheid aanpassen. En de ondertiteling natuurlijk aanzetten. 1, 2, deze. Daar zetten we weer een vaste. En we gaan weer verder met de Salomonsknoop. En we slaan weer 1 over. En we gaan weer verder met de vaste. Dus we hebben hier een vaste ingezet. En nu weer een Salomonsknoop. En we slaan deze over en een vaste. En nu gaan we hetzelfde doen weer als aan deze kant. Hier hebben we 1 Salomonsknoop gehaakt. En op het einde hier zetten we hem vast. Dus dat gaan we ook aan deze kant doen. 1 Salomonsknoop. Zo. En dan gaan we hem vastzetten in de laatste steek met de vaste. Dit is toer 1. En dan gaan we daar aan toer 2 beginnen. En dan zie ik je zo weer terug. En we beginnen nu aan toer 2. Dus we keren het werk als een blaadje zo. En dan begin je weer deze toer. Dat gaan we samen doen. Dus we gaan nu 2 lussen maken. 2 Salomonslussen. 1. Twee. En nu gaan we in deze eerste knoop, hier gaan we een vaste zetten. Zo. Dan ziet het er zo uit. Je moet eigenlijk vaak gewoon veel oefenen. En als je de knoop, de Salomonsknoop begrijpt, nu weer 1. En de Salomonsknoop heeft altijd 2 lussen, dus we gaan er nog 1 doen. Als je veel oefent, dan, dan is het echt gewoon plezier om te maken. Dan gaan we nu deze slaan we over en we pakken de volgende steek. Zie je dat die, hoe moet ik het laten zien? Dat je deze overslaat en dat je de middelste steek pakt met 2 lusjes met een vaste. Zet je hem vast, krijg je dit als resultaat. Leuk, hè? Het lijkt ook een beetje op een bloemetje. Dan ga je weer 2 lussen maken. 1. 2. En je slaat deze over en je pakt weer die knoop die hier bovenaan zit, tweede knoop. Dus eigenlijk, verspringt de Salomonsknoop elke keer. Dat is het idee erachter, om hem zo mooi mogelijk rand te krijgen. Je maakt weer 2 lussen. 1. 2. Het garen is ook wel heel leuk om mee te werken. Je slaat deze knoop over en je pakt de volgende. En een vaste. Dan weer 2 lussen. 1. 2. Je slaat deze over en je pakt de volgende. Daar zet je een vaste in. Dan weer 2 lussen. 1.
2. Je slaat deze over en je pakt de volgende. Je maakt weer 2 lussen. Je slaat er 1 over en je pakt deze. Kijk, en dan ben je bijna. Dit zijn de knopen voor het midden. Dus daar ga je een vaste inzetten. En weer 2 lussen maken. 1. 2. Dan sla je deze even kijken. Nee, deze in het midden, die sla je dus niet over. Daar ga je insteken en je zet een vaste. Zo. Dus dit je midden. Dus in je midden, daar zet je een vaste. Dan ga je weer 2 lussen maken. En je zet in die volgende knoop hier, want dat heb je hier ook gedaan, daar zet je een vaste. Dan weer 2 lussen. Een beetje garen pakken. Ik heb nu 1 lus gedaan, dus ik moet er nog 1. Je slaat deze over en je pakt de volgende. Het is wel heel leuk hoor om een randen mee te maken. Echt leuk, want het valt lekker. Ja, het is een beetje een heel luchtig randje zo. Heel mooi. En je kan dit natuurlijk door laten lopen en nog veel meer Salomons knopen maken. Maar goed, ik laat nu dus zien zoals de omslagdoek gehaakt is. En dan ja, dan leer je ook weer gewoon een andere rand. Je slaat deze weer over en je pakt de volgende. En je maakt weer 2 lussen. 2 Salomons knopen. Je slaat deze over. We zijn alweer bijna klaar met de omslagdoek. Ja, als jij de omslagdoek klaar hebt, dan gaat het natuurlijk langer duren, want dit is een eigenlijk een voorbeeld, hè, hoe je het moet doen. Of hoe je het kan doen, wat je wil. Wat je zelf mooi vindt. Dan sla je weer deze over en je pakt de volgende. En je maakt weer 2 Salomons knopen. Deze sla je over. En je maakt een vaste. 2 Salomons knopen. Lekker losjes je werk houden. Het is niet nodig dat je, oh, nou begin ik te praten en te haken tegelijk. Het is niet nodig dat je hiermee heel krampachtig haakt. Je haakt gewoon die lussen, ja, gewoon. Je moet het gewoon onder de knie zien te krijgen, maar gewoon, ja, het is gewoon wennen. Het is gewoon wennen. Ja, ik kan het niet anders formuleren. Dan gaan we nu naar de laatste. Kijk, hier hebben we een knoop in gezet en de laatste zit hier op de hoek, hier. En daar zetten we een vaste in. En je haalt door. En dan is dit je resultaat van de Salomons knooprand
om de perfecte omslagdoek. Ja, ik vind hem heel mooi. Het is echt een leuke rand. Ik laat hem zo nog even zien. Dit was weer een video van Iedereen Kan Haken. Graag duimpjes omhoog. Abonneer hier op deze knop. En ik zie je bij de volgende video weer terug. Bedankt voor het kijken.